Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is weer zover. Ik ben weer over mijn uitgerekende datum heen. Ik ben nu 40 weken en 2 dagen. Dus ja, we hebben het magische moment, we hebben weer gepasseerd. Sorry voor de herrie. De buren zijn aan het verhuizen, maar dat duurt de hele dag. Dus ik dacht, ik wil toch wel heel graag op deze video opnemen. Dus het kan zijn dat je soms wat hoort, want dat gaat allemaal natuurlijk vrachtauto's en liften en dingen. Maar ik hoop dat jullie niet te veel last van hebben. Ik wilde jullie vandaag vertellen hoe ik me voel. En ik heb ook nog een paar dingetjes geshopt, dus die dacht ik, die deed ik ook meteen eventjes. En ja, 40 weken geweest weer, net als met Niels. Het verbaast me totaal niet. Ik heb het al in veel video's gezegd. Ik heb niet het gevoel dat ze eerder gaat komen. Ze zit heerlijk in het ruime sop. Morgen ga ik weer naar de verloskundige. Maar ja, ik dacht, je weet maar nooit. Dus ik dacht, ik neem in ieder geval nog de video op. Alhoewel ik echt precies niet het idee heb dat ze komt. Maar ja, je weet het niet. Dus ik dacht, zeker voor het onzekere, ik ga alvast voor die camera zitten. En anders vertel ik jullie natuurlijk in de volgende update alweer hoe het bij de verloskundige ging. Maar deze zie je natuurlijk dan ook, omdat het op een vrijdag is, zie je hem ook in mijn vlog. Ja, voor mij is de uitgerekende datum niet echt een magische datum. Het is natuurlijk wel een datum die je altijd in je hoofd hebt zitten. Maar omdat ik met Niels natuurlijk er zo ver overheen ben gegaan, 11 dagen, ja, heb ik nooit heel erg, zeg maar, bij haar nooit echt zoiets gehad van, dan gaat het gebeuren. Ja, wanneer dan wel, ik weet het niet. We gaan het meemaken. Ik voel me nu gelukkig weer goed, maar de nacht van mijn uitgerekende datum, dus de dinsdagnacht, ik weet niet wat er nu naar beneden komt, de nacht van mijn uitgerekende datum was ik echt heel erg ziek. Nou ja, ik zal je de details besparen, maar ik ben echt liters vocht verloren van voor en van achteren. Het was verschrikkelijk. Ik voelde me echt verschrikkelijk, verschrikkelijk. Iets verkeerds gegeten, denk ik. Ik zou niet weten wat, want Sven en Niels hadden nergens last van. Maar nou, het was echt absurd. Van een uur of 11 s'avonds tot 4 uur 's nachts was gewoon de hel. Gewoon. En ik vond ook, ik klaag niet snel, maar ik vond mezelf echt heel zielig. Want dat gun je gewoon niet iemand die 40 weken zwanger is. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, ik voelde me echt wat er moet gezegd worden. En wat er dan door je hoofd heen gaat, oh my god. Want de eerste keer dat ik naar het toilet ging, toen zei ik tegen Sven van, oh, misschien zit een teken. Niet dat ik het gevoel had dat het zou gaan beginnen, maar ik zei, misschien zit een teken. Want dat hoor je natuurlijk wel eens, dat je lichaam zichzelf dan eventjes een beetje reinigt. Maar al snel kwam ik erachter dat dat niet het geval was. Maar ik dacht wel, ja, jongens, stel dat ik nou bijvoorbeeld morgen moet gaan bevallen, gisteren. Dan heb ik echt een probleem, want ik had echt nul energie meer. Ik was echt... Het bizarre was dus ook... Nou, zoals je weet, mijn handen en mijn voeten zijn heel erg opgezet. En ik heb dus last van dat carpaaltunnelsyndroom. Maar doordat ik dus zo extreem veel op het toilet heb gezeten die nacht, waren dus mijn handen gewoon niet meer opgezet. Dat is op zich een leuk bijkomend voordeel. Maar zeg maar, zoveel vocht ben ik verloren. Ik had soms ook de verloskundige gebeld en die heeft een aantal vragen gesteld. En die zei ook, joh... Ja, ze zei ook van, heb je het ook gevoel dat je vruchtwater verloren bent? Ik zei, nou, ik heb echt geen flauw idee, maar ik denk het niet. Ja, nee, ik had het idee niet, maar ja, weet ik veel. En ze zei van, ze stelde allerlei vragen, maar we hadden allebei wel zoiets van, volgens mij, ik moest van Sven even bellen, dat is ook heel goed. Maar we hadden allebei wel zoiets van, nou, dit klinkt gewoon echt als iets verkeerds gegeten. Waar mijn lichaam altijd licht hysterisch op reageert, maar goed. Dus ze zei, kijk het even aan, voel je je nou slechter worden vandaag, dan moet je weer even aan de bel trekken. Nou, dat gebeurde gelukkig niet, dus ik voelde me gaandeweg de dag alweer beter. Ben langzaam weer een beetje wat gaan eten en drinken. Ik heb heel veel geslapen gisteren, want ja, ik had natuurlijk de hele nacht ongeveer overgeslagen. Dus veel geslapen en nu, en ik had gisteravond ook echt wel weer een beetje trek, dus dat was ook heel fijn. Dus wel heel licht dienst gegeten, beschuitjes en zo, maar ja. Dus nou ja, vandaag voel ik me gelukkig een stuk beter. Ik ben natuurlijk nog wel slap, want ik heb gewoon, nou ja, ben wel redelijk wat verloren. Maar ik voel haar gewoon nog lekker bewegen. Dus ik heb niet het idee dat ze er heel veel last van heeft gehad. Ik vind het wel fijn dat ik morgen naar de verloskundige ga om gewoon even te kijken
hoe het ervoor staat. Dat zou de laatste normale afspraak zijn. Want daarna kom ik naar de 41 weken en dan gaan ze, krijg je zeg maar gewoon de strip momenten en zo. Dus nou, prima. Dus morgen nog een normale afspraak. Ja, ik heb nog steeds niet het idee dat ze is ingedaald. Maar ja, misschien voel ik het gewoon niet. Maar ja, ik heb niet het idee. Ja, misschien gaat het ook gewoon weer niet gebeuren wat ik eerder ook al zei. Ik weet het niet. Verder voel ik me dus, los van dat ik me dus echt verschrikkelijk voelde, voel ik me verder wel oké. Ik ben heel blij dat ik dus nu iets minder vocht vasthoud. Ik kan weer beter dingen vastpakken. En ja, dat is op zich wel lekker. Mijn ring kan ik nu weer heel makkelijk afdoen. Mijn trouwring past nog niet. Dat hoort nog niet. Maar in ieder geval ben ik heel blij dat deze ring weer een beetje makkelijker af en aan gaat. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zou Cruijff zeggen. Dus nou ja, we wachten het gewoon af. En ik vind het nu ook gewoon prima als het nog even duurt. Dat ik even weer een beetje aan kan sterken. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Ik heb een aantal dingetjes geshopt nog. Want ik zat nog even. Ik legde spullen in haar la neer. En toen zag ik het borsteltje. Gewoon het haarborsteltje van Niels. En toen dacht ik, nee. Baby's hebben aan het begin vaak berg. Dat is een soort van, nou, een soort toelie op hun hoofd. Een beetje een soort daar. Een beetje vettig, een beetje schilverig. En dat kan je er dan uitborstelen met wat olie en zo. En dat hebben we natuurlijk bij Niels ook gedaan. Nou, de kans dat zij dat krijgt is vrij aanwezig. Daarbij is het een meisje, dus ze zal misschien sowieso op een gegeven moment wat vaker haar, borstelen. En dat is, ik bedoel, Niels kan ik af en toe een keer na het douchen op de zorg dat er geen klitten in zitten. Maar dat is echt één keer in de 2 weken of zo dat ik een keer een kammetje doorheen haal. Maar ik zag dat borsteltje van Niels en toen dacht ik, dat gebruiken we natuurlijk, hebben we bij hem alleen maar gebruikt als baby, want nu gebruik ik gewoon een kammetje. Maar toen dacht ik, ja, vind ik eigenlijk toch niet zo fris. Dus ik wilde een nieuw setje. En ik heb deze besteld van Baby You. En die vond ik eigenlijk wel heel gezellig. Gewoon, ik las hier goede reviews over dat die wat zachter is, want veel van die borstels zijn vrij hard. En dat kammetje gebruik je natuurlijk gewoon later ook nog. En dat borsteltje is gewoon makkelijk voor die berg. Toen zag ik ook, zat ik even door de sale heen te scrollen, toen zag ik ook dit. Hier denk ik, wat is dit? Maar dit is, kan je in bad hangen en dan kun je dus al die badspeeltjes in doen. En ik dacht, dat vind ik handig, want met Niels zijn al die speeltjes op de badrand. We gaan nu voor het eerst schoonmakers nemen in ons leven. En dat betekent dat ik ook wel een beetje wat die mensen ergens bij kunnen. Dat hebben wij nooit gedaan, maar ik dacht met een tweede opkomst, laten we onszelf dit gunnen. Sven roept het echt al jaren, maar ik vind het een beetje onzin, want ik kan dat prima zelf. Maar goed, wij werken allebei veel. En nou ja, dan is het ook zonde om dan, op mijn mammadag ben ik dan vaak nog aan het schoonmaken. En dat is natuurlijk ook niet gezellig. Vind ik het ook leuk om met de kids te zijn. En nu zeker met een tweede erbij. Ja, dus schoonmaken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Geen idee. Maar ik dacht, vind ik het wel fijn. Hier kan ik gewoon al die speeltjes in doen. Dat plak ik dan aan de binnenkant van het bad. En dan zie je het ook niet zo. En ja, dat doe je gewoon met zuignapjes. Dus deze van Baby Ono. Geen idee of het wat is, maar vond wel leuk. Ik heb ook nog dit gekocht. Een wipstoelhoes. Want ik zag onze wipstoel knalblauw zijn. Zitten te lopen te zijn. Die zag ik hem in de berging staan. Toen dacht ik, ik wil het niet. Ik wil het niet. Dus ik dacht, ik neem een hoes. Er was ook een fuchsia, maar dat vond ik een beetje heftig in het interieur. Gewoon een grijze hoes. Dus die ga ik straks nog even wassen. En ja, dan kan deze om de wipstoel heen. Wat ik ook heb gekocht is dit. Ik weet dat je nooit doekjes over je kinderwagen zo moet doen. Dat heb ik ook. Nou, dat hebben we aan het begin wel gedaan. Maar op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. Toen zijn we met een parasolletje aan de slag gegaan. En dat is prima, maar een parasolletje is best wel een onpraktisch ding. Want dat moet je dan iedere keer weer draaien en doen. En toen zat ik dus bij de sale te kijken. En toen zag ik ook deze. Dit is zo'n doekie. Nou ja, dit kent echt iedereen wel. Maar ik dacht dat dat dus alleen zo kon en dan zo recht naar beneden. En ik dacht, ja, dat wil je niet, want dan heeft je kind het te warm. Maar je kan het ook zo doen. En dan heeft ze wel genoeg een fresh air. Dat vond ik eigenlijk wel heel slim. Dus ik dacht, dit wil ik. En dit is een roze. Omdat die nou helemaal in de sale was. En ik dacht, nou, we hebben een zwarte kinderwagen, dus dat is prima. Dus deze. Dus die leek me wel heel makkelijk. Omdat je dan wel gewoon je kindje beschermt tegen zon en hitte, zonder dat je de hitte met dat parasolletje aan het vallen bent. Dacht ik, weet je, ik zie het al helemaal gebeuren. Dan ligt die baby in de kinderwagen, Niels of in de wieg.
En Niels staat dan achter op, of zit dan achter op dat zitje en dan de parasol. En dan ben je in een soort, nou, een soort kermisattractie. En dan gaat Niels aan de parasol zitten. Ik dacht, dit gaan we doen. Dus dit. Dat heb ik gekocht. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb het nog niet getest, maar helemaal goed. Ja, en verder, we zijn er gewoon klaar voor. Maar ja, gek, ik ben er dus niet klaar mee. Ik vind het prima. Mijn buik groeit niet meer heel erg, heb ik het idee. Het bijzondere was dat ik dus vorige keer ook niet echt ben, zeg maar, ik ben in een maand niet echt meer aangekomen. Dat vond ik ook wel heel interessant, want het is niet dat ik minder eet of zo. Ik beweeg minder natuurlijk, dus nou ja, oké. Okay. Ik ga je mijn buik even laten zien. Dat doen we natuurlijk altijd. Je ziet wel iets meer de zwangerschapsstreep nu, hier zo. En ik heb het idee dat ik dit, dat hier toch een klein stukje strié gaat ontstaan. Ik hoop het niet. En ja, hier, dit is litteken. Dus ik denk dat dit gewoon, nou ja, litteken van mijn afpiercing. Ja, dit is mijn buik. Dus ja, ik heb ook het gevoel dat, dat mijn zieke moment niet echt groter heeft gemaakt. Dus ik vind hem eigenlijk wel best wel bescheiden nu in relatie tot wat het eerst was. Dus ja, misschien is that a sign? Ik weet het niet. Maar zo ziet mijn buik er nu uit. En dat is het voor deze update. Ik heb trouwens een tijdje geleden al een video opgenomen met mijn vluchtkoffertje. Die staat alweer even online. Deze komt echt, dit filmpje komt online. Dan ben ik als het goed is al lang en breed bevallen. Want ik werk natuurlijk vooruit. Maar die inpaklijster heb ik nu ook. Mocht je hem nog niet gezien hebben, kijk hem vooral eventjes. Ik zal hem ook even linken. Maar daar heb ik ook op mijn blog heb ik daar de PDF van, zodat je hem ook kunt uitprinten. Staat ook een linkje in de video nu, maar dat is nieuw, want die stond er eerst nog niet in. Dus dan kun je dat ook bekijken. En ja, ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd of jij over 40 weken heen bent gegaan en hoe je dat vond. Vond je dat balen? Vond je dat prima? Let me know. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Nou, misschien dat er nog één komt met over de 41 weken heen. Ik weet het niet. En anders dan kom ik hier vrij snel hierna naar de hallo, dit is mijn baby video. Maar dat gaan we allemaal zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!